We zijn vandaag in Hengelo voor een nieuwe aflevering van het Woord van de Week. En deze week is het woord jousten. We hebben de opties mekkeren, sterrenbeeld en dragen. Laten we kijken of de mensen weten wat het is. Wat denk je? Klinkt als mekkeren. Ik zou eigenlijk zeggen sterrenbeeld, denk ik. Maar dat komt door die stern. Dus ik zeg A. Ik zeg B. Nou, jousten, dat is mekkeren, denk ik. Nee, sterrenbeeld is het. Ja, wat denk je nou? Ja, het sterrenbeeld. Denk sterrenbeeld. Denk mekkeren. Nou, ik zou A, mekkeren. Is dat wel een Nederlands woord? Twents. Ja, als ik aan sterren denk, denk ik aan heel wat anders. Maar jouw sterren. Ja, sterrenbeeld zou ik zeggen. Wat denken jullie? Mekkeren. Ik ook. Ja, oké. Ik denk dragen. Denk hoe kom je bij dragen uit? Gewoon sjouwen, jouwen. Ja. En waarom? Jij wist het snelst. Waarom denk je dat? Gewoon een vermoeding. Ja, gewoon vermoeding. Ik denk sterrenbeeld is wat anders en dragen is ook wat anders. Dus? Jousten, ik denk dat dat mekkeren is. Jousten, ja, klinkt een beetje negatiever. En daarom vind ik mekkeren ook. Nou, jousten, ja, dat is een uitdrukking van iets wat je doet, zeg maar. Ja, dat gevoel heb ik wel. Ja. Heeft u ervaring met Twents? Jawel. Ik ben hier geboren en getogen, maar jouw sterren heb ik nog niet gehoord. Ik heb wel van, als je geen kop hebt, kun je het raam kijken. Kom erin, dan kun je eruit kijken. Nee, totaal niet. Ik kom uit Brabant, dus ik niet. Ik woon hier 2 jaar of zo, maar ik heb het nog niet echt door eigenlijk. Dus misschien tijd voor een cursusje Twents, als ik dit... Ja, misschien. De mensen in Hengelo waren vandaag al moeilijk te vinden. Misschien vanwege het slechte weer. Maar hebben we vandaag veel antwoord A, gemekker gehoord. En dat is ook het goede antwoord voor jousteren. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering Woord van de Week. En tot de volgende keer.